Ja. Ik denk, gooit hem in de verte. Nee! Nee. Een hele goede avond. We zijn er weer. Deel 2, Man of Madden. We hebben de aantal likes gehaald die ik vroeg. 10 likes waren dat. We hebben het gehaald. Dus hier gaan we, man. We zijn er weer. Oh ja, en voordat we beginnen. Ja! Zo hè? Ja. Gaat hij weer met ze? Ja, hij is er eindelijk hoor. Ik ben er. La porte! Junior, retire la tête de l'image. Brother's starving. Yes, sir, brother. Jesus. Dit is toch die boot, die gekke, waar die doos open ging en zo. Ja, man. Nu gaat het echt beginnen, man. Zo. Oh, ik ben Fliss. Ja, toch. Fliss toch die meid die op Lola lijkt van Hey! Wat is dat dan? Bro, hij is... ik weet niet, ik kon het niet lezen. Ze laten hier niks oppakken en zo. Nee, man. Kan ik niet naar achter lopen nog? Nee, tuurlijk niet. Oh, jawel hoor. Oh, wat dit? Wow. Hey, Jutta, waarom doe je me tegen hem aan, bro? What the hell? Oh. Keep moving. Zag je dat niet? Ja, ik zag die hand. Oh. Okay, all of you, into the room. Into the room. Hey, it's pitch black in here. Give us a light. Is nog wel vriendelijk gewoon. Oh yo. Quicktime voor dat? What the hell? What the hell is this place? Get
It has to have something to do with the Manchurian gold. We're not far from those coordinates. Anyone else creep the f*** out by this ship? So, was Manchurian gold the name of the ship? That'd be a weird name. I've seen some pretty weird names for ships. Facts. Maybe they took a vote? We can't just sit around. We need a plan. Conrad went to get us help. We should wait for him. Ik ga stuk om hoe ze zeg maar wachten voordat ze praten. Als je die keuze maakt, zeg maar. We need to call the Coast Guard, but the Duke's radio is shot. We gotta find a radio on this ship. Ze zijn nog super dichtbij in die camera. What's the status of the Duke? I saw one of the goons take something out of the boat. Distributor cap makes the engine work. The Duke of Milan is a floating brick without it. We need to get it back. While those guys are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find in this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. I guess it's like the third time that happened. This is very strange. In a cargo hold, what the hell, right? So it's agreed. We'll take scenic tour of the cargo hold off the itinerary. How are you doing? I think with the fishermen of planet. What is he? A jump scare? This is a jump scare. Maybe they'll let us go if they find all that gold? Oh man. And if they don't find any gold, this whole situation's gonna go from real bad to pretty much the worst. Worrying's not gonna help. We gotta figure out how to get out of here. So, what do we do? Escape? Hey! Look! Look at this! What's that mean? What? Goeie. Wat heb je geschoven? Dit hier zo achter, man. Die die vent is hier. I wonder why it's abandoned. Waar ben je? Ik ben bij die deur, ik ben ze aan het afluisteren. Alleen ik weet niet, zeg maar. Oh, dat was het, volgens mij. Maar zal ik nu weer gaan? Is dat dan weer hetzelfde gesprek? Oh nee. Maar hij staat er wel nog niet meer. Hoe joh? We could bust it open. Freedom. Yeah. This is the way out. Oh! Nee, wacht! Wat hebben we gedaan? Weet je nog wat die, ik zei this is the way out, maar weet je nog wat die guy zei? Van everything that glisters of zo. Het is niet zo mooi als het lijkt. Yes. Dit lijkt zeg maar dan op een mooie kans om te gaan, maar dat is helemaal niet dat ding. Oh, nee, doe nee. Als je kan nee, moet je doen nee. Nee, man. Kan je dat niet? Nee, man. Wait. Maybe we should try barricading the door instead. Hey. Can I get some help with this? Yo, Brent, give the lady a hand. Ik weet niet of we dit hadden moeten doen, man.
Stairs around here. Okay, let's just keep it moving. It's just so weird that they all just vanished. It's like they were just snapped up right in the middle of whatever they were doing. Hey. Wat is dat? Die ding viel vanzelf, hè? Wat viel vanzelf? Die toren die achter jou. Ik zag dat niet, man. Die poort. Oh, echt? Ja. Maar je kan niks oppakken, of zo, nee. Nee, dus haai ik engel hem, check dit. Wacht. Waar ben je? Ja? Kijk links. Wat die hallway, zeg maar. Ja. Oeh. You think Conrad's made it? He can be pretty resourceful when he puts his mind to it. That's not really an answer. Well, then, sure. I think Conrad's made it. Oh, great. Waar ben je? Je loopt kapot snel. Yep. Something moving around. Hey! Hey, bro, kom op, man. Ik schrok, man. Keep going. No, I cannot take any more of this. Zag je dat? Nee, wat dan? I can't do it. Julia, you gotta calm down. Let's go. Big boy. Ik zag iemand lopen daar beneden, broer. Nee, man, ik zie alleen die engine. Ja, als dit zo doorgaat, Julia gaat als eerste dit. Ik denk dan, man. Hier lag ook iets. Wat is dit? Een botje? Het is van een... Ik weet niet van wat dit is. Hey! Oh, joh, wat de... Broer, haaien, man. Wat gebeurt er? Bro. Wat gebeurt er? Ik werd vastgepakt, man. Hou je bek. Ik zweer het, bro. Ik zweer het echt. Op alles. Iets pakte me vast. Gewoon een hele arm kwam zo... Ja, man, bro. Oh, shit. Ik heb iets gezien, man. Wat, dat is een foto? Ja. Hey, ik moet die ook zien. Ja, ik zie ze, man. Damn! Zo. Waar ben jij gegaan? Oh, ach, kijk achter je. En hier zo in die kast. Deze kast hier. Deze hier links. Oh, hier. Ja. Wow. Wacht even hoor. Oké. Okay. Oh, bruh, het leek op een muur. Oh ja, gaat iets gebeuren. Dit is wel waar tot toen net. Instapte, zeg maar. Die lamp uit dan, jongen. Ja. Er is iemand down there already. Shh. Everyone quiet. Ja, zoals je dat niet hoort, joh. Ja, ik wil net zeggen. Het is super stil daarbinnen, volgens mij ook. Die fluister zou je gehoord, hoor. Oké, als er een optie is om hem aan te vallen, niet doen.
dat is echt kei. Dat is echt beter. Ja, man. Ja, daarom. Ja, I'm sure. Nee, man. Dat is beter. Nee, man. Dat gaan we niet doen. Dit is echt de grootste bait in bait history. I'm gonna go get it. Nee. Wait, are you crazy? He could be coming right back. Well, sorry, sweetie, but that cap is mine. Keep an eye out. Ja, ik hoop dat jij haar bent dan, want ik wil haar niet besturen nu. Ik ben haar niet, hoor. Ik ook niet. Ik heb nog geen melding of zo. Wat doet hij? Brad! Oh my god. Get your ass up here! Ojo, Brad. Hij stond een stukje naar hun twee, gewoon. Ja, man. Wat? Doe nou niks doms. Deze gaat gecatcht worden. Kom hier. Ik zei toch eens bij de beet, broer. Maar waarom zijn ze... Zie je, zag je die liggen onder die wijk? Nee, man. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Nee, dat gaan we niet gooien. Waarom gooi je het op hem? Gooi het dan in de verte. Oh. Alright, I see you. Come on. Yo. Yo. Stond distract, dus ik gooi hem. Ik denk ze gooit hem in de verte. Don't let him out of your sight. Denk ze gooit op hem. Ik weet dat hij op haar zou gooien. Wat waren je opties? Distract of? Divert. Divert is denk ik dat je hem ver gooit. Nou, ik denk als ik ook divert had gooien, dat ze alsnog op hem zou gooien. Wat was dat? Om een moord of zo voor die ding, man. Wat jullie moeten beseffen, Jadar en ik zijn heel deze scène niet samen. Dus hij loopt met zijn eigen computer en ik loop met deze computer hier en dat is Julia. Maar ik denk dus dat Jadar dat is en Jadar denkt dat ik bij hem ben. Vandaar dat ik ook zo vaag keek toen hij iets zei. Dus dat moeten jullie even meenemen de hele tijd, ja. Waar ben je? Ik ben achter je. Ask my accountant about that. Wait a minute. We've been here before. I don't think so. I swear we've been here before, Alex. Have you been leading us in circles? Hey! Oh, yo, ja, zo'n pony view, man. Dat is niet dim, man. Oh, yo, Alex, twee jumpscares back to back, gewoon. Oh. Kijk maar. See for yourself. Ooh. I'm thinking we gotta go through here. Yeah. No. What? There's something in here with us. Didn't you? I mean, ik zag niks. Did you hear anything?
Je bent iets voorbij gelopen, jongen. I know I saw something. It was moving in the shadows. Rats. Probably just rats. That's all it was. Don't f- laugh at me. Ik lach niet eens. All right, we've been here before. I'm sure of it. We're going around in circles. What the hell, man? Turn around? We've seen all this before. Had je dat niet, dat die stoom kwam? Nee. Ik bedoel, bij mij komt maar niet stoom uit. Okay. Jij loopt voor, no. Toch? Dus jij hebt die dingen daar eerst. Gross caskets, crappy chapels. Not my scene, you know? You're right. It's gross and it's crappy. Gotta get out of here too sweet. Okay, so can we just get the f*** then? Wie, ik? Ja. Yeah. Ik was nog, ik was in die cutscene dat ik moest kiezen wat ik ging zeggen. Ja, man. Wees wat stil, man. Ja, ik zag het wel toen ik klaar was, want toen... Wow. Er zitten gewoon bodies in, man. Wacht, jouw cutscene loopt voor. Look at this. It's insane. Maar wij lopen niet te voelen aan die muur. Ik loop naar die muur bij jou. Deal with this place. Okay, leave. Now. Leave, leave, leave. Wil ik weten wat in deze andere wereld? Ik begin weg te rennen, joh. What the f***? Oh, wie begint weg te rennen? Like for a kid or something. I don't want to know. Let's get out of here. Chino. Ik zie dat niet. Hoe kan? Waarom zie ik dat niet? Wat? Wat zie jij dan? Ik loop gewoon met jou. Je staat nu stil voor mij. Ik loop nu achter jou, precies achter jou. Je staat stil voor mij, bro. Ben je serieus? Ja, ik heb nu cutscene dat ik zeg maar een zaklamp pak. Oké. Okay. Oké, okay, kijk achter je. Wacht even. Jadal, je bent niet achter mij, hè? We staan niet bij een deur. Ik ben in die chapel, hè. Wat? Jadal, on guard. Kijk, ik zie jou nu achter die deur. Je staat daar met je zaklamp. Of met die lamp. Die lantaarn, zeg maar. Kom eens naar mij. Ja, maar. Kom terug naar die chapel. Kom naar die chapel. Pak een chapel, broer. Die, waar die bodies lagen in die kist. Pak een bodies in kist, broer. Dus je hebt dat allemaal niet meegemaakt? Nee. Jadal. Ach, ik vertrouw dit niet, man. Wie ben jij nu? Julia, toch? Ik ben Fliss. Wie is Fliss? Okay, that's enough with the bone buddies. Die dark skin. Bro, ik ben nog niet eens met jou. ik ben die broer van die light skin guy ben ik. Oh. Ja, ik ben met Julia hier aan het lopen. Ik ben met Brett aan het lopen. Oh, yo. Dat ik al, hè? We zijn niet eens samen nu dan. Broer, ik wil niet naar beneden gaan. Ik wil... Nee, kan ik niet terug. Ik kan niet terug. Why so spick and span? Rem, ik ben precies... Oh, weet je waar ik ben? Nee, bij die kraan, bij die dozen. Ik ga niet terug. Hey! Hey, this is no time to be f***ing. I'm serious. Die beginstukje, dat jij zeg maar die kast in was gereden en dat je had gepopt. Ben je serieus? Ja. Nee. Oh, what the f***? Touch it! Why did you touch it? Oh, ik zie die bodies. Ik zie ook bodies liggen, man. En je moet ze niet aanraken, want ze worden helemaal... Ik weet niet, als je die bodies aanraakt, dan... gebeurt iets met hun lichaam. Wat gebeurt er dan? Hun lichaam, hun huid wordt helemaal strak, zo zeg maar. Hey! Like he died of fright. You can't see that. Yeah. Which is pretty routine, and then. Zeg maar niet dat iemand dood is. Massive heart attack. Ik ben gescheiden van Brett ineens. Hoe dan? Nope. Ik ging door een toren. Een lichaam draaide zijn nek om en die deur ging dicht. Oh. Ah, ik hoor ook rare muziek. Oh.
een geest achter me. Bro, what the fuck? Wie is dat? Die Franse guy. Oh, wie was jij? Je was net met Brett, hè? Ja. Ik ben Brett nu, man. Hey, are you sure you know where we're going? En hij praat nu van, weet je zeker waar we heen gaan, Flis? Maar niemand is bij hem. Ja, hij zegt nu Flis? Flis? Nee, nu ben ik ook alleen. Oh, waarom ging je door die deur? Flis? Flis? Where'd you go? Oh, you zombies. Zombies? Levende zombies. Ja. Je maakt grappen met mij. Is dat kogel? Ik ben Yusu. Nee. Er liggen wel veel bodies inderdaad hier, man. Wacht, jij bent Brett nu, toch? Ik ben Brett. Ik ben nu in die... Ja, in zo'n rode gang of zo. Dan ga ik mezelf saven, man. Want dat is cap. All these hallways looking. Wat roept hij? Word je gewoon roepen? Ja. Oké, okay, dus ze kunnen mimicken dan. Hey! Ja, hey! Je bent achter mij! Wow! Nee, ben jij dit hier? Nee, hè? Nee, ik heb net de deur dicht gedaan. Bro, ze loopt nu langs mij. Dat ben ik niet, man. Daarom zei die guy, oh! Alles is wat het lijkt. Ja, toch? Ja. Maar ik ga terug door die deur, ken je mij? Oh, die deur is dicht. Ja. Ja, man. Je stond opeens achter mij. Flis! En nu ben ik in een ballroom. Nee man, Flis, ik ga echt niet bij Flis. Doei. Ja, doei Flis. Oh, de fontein met bloed gewoon. Dat is weer die kogel hier. Alex. Wat is met deze chickie, man? Yo, hoe ik buiten ben gegaan is heel die toren veranderd. Yo, wat? Heel die omgeving is veranderd. Ja, man. Alsof het de illusion was of zo. Ja, we hallucineren volgens mij, want ik kom ook heet het in diezelfde you gang en zo. Huh? Ik ben nu opeens met die Chinees. Oh, ik heb die Manchurian Gold gevonden. Echt? Ja man. Ik ben nu opeens met die Chinees. Ik was net alleen. Wat dus? Bro. En ik zie... mezelf? Oh nee. Alles is weer normaal. Eeuw! Oh! Ik hallucineer denk ik. Wat zei jij? Ik zie het kap waar ik jou dood heb gemaakt, man. Ben je serieus? Ja. Nee! Wait. Wacht, jij zag dat ik iemand dood had gemaakt? Nee, van die begin toch? Oh, ja, die zag ik ook liggen, die andere. Ja, daar ben ik nu, man. Ja, toch. En ik... bro. Ik hallucineer echt crazy gewoon, man. Toch wel oppakken als ik hem doodmaak. Nee. Nee, man. Help me! Help me! Wat? Bro, die broer van Brett is dit hier. Hij is een zombie. Alex. Is cap. Zijn hele hoofd is... Is cap. Ik ga hem niet helpen, bro. Ik kreeg een quick time om te helpen. Nee! Nee. Nee, wat doe ik? Wat heb ik gedaan?
Ik negeerde die quicktime omdat ik dacht van... Je weet toch, ik... Ja, omdat ik dacht, dan raak ik hem aan. Ik wilde hem niet aanraken. Maar ik leef nog, ik leef nog, ik leef nog. Oh, wat is dit allemaal, joh? Waar moet ik naartoe? Oh, ik zie een foto. Hoe ligt er niks? Ik ben... Who's that? Who? Who's there? Get away! Drop down? Ben je gek? Skeletons. Oh. Where I dropped down? Skeletons? Oh. Oh, ik heb hier een ranch. Als je dat zo noemt. Bearing, was Bearings updated? Wat houdt dat in? Weet ik veel. Ik heb nu wel een wapen. Ja, in God, ik heb eens een zak laten. Hey, wie ben je trouwens? I'm not supposed to see this. Wat zei je? Als wie speel je nu? Brett. Brett, ja. Oh, no. Wat doet hij? Hij springt naar beneden zelf. Ja, jongen. Ik ook dat Brad om in aan het klimmen is. Wat doet hij? Wat gebeurt er allemaal? Ja, Brad. Dat is een hallucinatie. Een zombie hier, man. Ik sta letterlijk oog in oog met een zombie. Volgens mij is die ben, staan we ook nog met elkaar. Niet slaan, niks meer. Ben je maar aan het slaan of zo? Ja, bro. Slaan, dat ben ik, jongen. Oh, ben je serieus? Ja. Ja, maar zijn er nu drie? Ja, maar het is hallucinatie. Ik ben er weer. Oké. Niet vergeten, niet alles is wat het lijkt, broer. Ja. Ja. Nu ben ik Alex en nu ben jij Julia. Ja toch, klopt. Daarom zei ik tegen jou, volgens mij ben jij dat. Je moet me niet slaan. Hij slaapt nog. Ik hoorde dat niet, man. Zeg maar, mijn geluid is iets harder dan die party audio. Ik hoor je wel goed, maar dat hoorde ik niet, man. Broer. Dat is mijn fout. Oh, ik heb deze hallucinatie gezien, man. Echt? Ja. Nee, je gaat me niet zeggen dat ik snel hieruit moet gaan en zo, man. Nee, niet onderzoeken. Laat dat. Of kan ik hier iets mee doen? Oh, nee, oké. Huh? Jij ligt hier bij mij onder water. Nee, dat is een hallucinatie. Kan niet, met die ring nog in je hand. Dat is sowieso nep. Nee. Ja, dat is nep. Nee, nep. Oh, ik kan het niet laten, man. Kijk, kom Julia, let's go. Waarom spring je in het water, jongen? Wat gebeurt hier allemaal? Bro, ik snap niks. Ik zie nu Alex tegen Alex vechten. Bro. Niks doen. Maar wie ben jij aan het verdrinken dan? Ik weet niet wie, man. Maar dadelijk is het...
Maar dit ben jij toch hierboven nu? Ja. Wat? Je oké? Oei, joh. Thanks. I could have drowned. Maar met wie was jij net aan het vechten op jouw scherm? Bro, mijn scherm was de zon, right man. It was him or us. Volgens mij die Timo. Zie je dat ook? Wat zeg je? Ja, die guy hier. En nu zien we... Zombie. Ik zie geen zombie, ik zie weer... Ik zie weer een Brad-achtige... Of niet Brad. Ik zie een zombie, man. Alex, ik zie een Alex zombie. Ik zie een van die vissers, man. Die, ja, toch. Met die gekke ogen. Wat zijn dit voor dingen dan? Wat voor creatures? Ik weet het niet, man. Ik snap echt niks, man. En hij loopt achter ons aan, zeg maar, op zijn Michael Myers. Ja, toch. Oh, jij ziet, wat zie jij, zeg je? Ik zie die visser met die gekke ogen. Oh, ja, 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 ja. He's here. What's the matter, Dreamboat? Niet vechten met hem, niet vechten met hem. Want weet je nog, dit is die deur, dit is die ene deur. Ja, dat als ik hier doorheen kom... Ja, dan ben ik bij je, zeg maar. Hé! Hey! Let's go, Jadel. Verder blijven, jongen. Je kan voor alles gebeuren. Ja, man. What does this mean? Does this mean we're over? Wat doen we? Nee, jump! Ik heb jump gedaan, ja. Ik ook jump gedaan. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Keep going. Ik kan niet kiezen, man. Wat ben jij? Ik kon niks kiezen. Oh! Wat was dit, die deur? Nee. Oh my god, oh my god. Maybe he's gone? Oh, dat beste, man. Ja, man. Oh, joh. Oh, ja, man. Zo. Is het echt een flip, though? Ja, man. Beste, man. Ja, toch. Oeh. Intens, man. Intens. We touch one right there. Zo, maar echt. Als we 5 back hadden gedaan, dat hij mij zou opfokken daar. Ja, man. Ik denk het ook, man. Oh man, met een 5 back. Dan ga ik loesoe, man. Ja, snap je. Echt, man. Ik moest dat niet te bewijzen voor je. Zo, snap je. Zo. Ja, ik denk we'll be alright here. Daarom is het belangrijk dat we foto's vinden, man. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways? You will, I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. What do we? Give a hint, sowieso curious. You're agreed. Well then, how can I put this? There may be forces at play here that are more scientific and even some that are more political, you know? Less
iets, zeg maar, of we moeten nu te veel vragen aan hem of zo. Ik denk dat hij ons ook kan fokken. Dat hij, zeg maar, verkeerde been zet, zeg maar. Ja, toch? Ja. May not be quite what they appear to be. Ja, maar die was net met Fliss. Oh. Die clone. I hope that helps. Yeah. Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Speak soon. Oh joh, wat een chaos, jongen. Deze part was wel spannend, man, ik zeg je eerlijk. Zo. Echt gek, man. Oké, dan was dit het voor vandaag. Jadel, ik ga jou spreken in deel 3 sowieso. Yes, even kijken, hoeveel likes willen we voor deze part? Deze is al wat spannender. 15 of 20? 20. Oké, 20 likes voor part 3. Dit was het voor vandaag. Ja, we gaan het zien, man. En onthoud. Ah, 20 likes en dan droppen we deel 3. Jadel, ik ga je spreken. Rustig aan. Ciao.